naar een boom ziet staan, zeg je dat niet, waar gaat die boom over? Ik bedoel, die is er gewoon. Als je het leven op de kepen beschouwt, dus, ja, het is zo'n bespottelijke aangelegenheid. Maar dat betekent toch niet dat er geen doel is en dat het eigenlijk zinloos is, dat het niet verdomd interessant kan zijn. Als je het toch bent, kijk beter dan maar een beetje daar plezier mee hebben. Ik ben erg geïnteresseerd geweest altijd in kunstenaars die in alledaagse situaties geïnteresseerd waren en daarmee werkten. In de tijd dat hij echt als beeldend kunstenaar actief was, heeft hij zo ontzettend veel geweldige dingen gedaan die eigenlijk ook internationaal heel erg opvallend zijn. Het is zo dat hij natuurlijk heel erg geïnteresseerd geweest is, altijd al heel vroeg, in de Dada-beweging. Marcel Duchamp, dat is een soort held van hem geweest natuurlijk. Verder was Wim ook heel erg geïnteresseerd in Kurt Schwitters. En wat ik bij Kurt Schwitters vooral vond, was dat Schwitters heel erg geïnteresseerd was in het klein, in het alledaagse, in het banale. Ja, ik vind het zo raar. Ik ben toch een verstandig mens. En ik analyseer graag. Ik wil weten hoe iets in elkaar zit, hoe het werkt. Ik ben nog op die Dada-tentoonstelling. Ik vind het zo onbegrijpelijk. Ik zag daar een paar nieuwe, voor mij dan die ik nog nooit had gezien, Schwitters. Grote dingen op die tentoonstelling. En die werd ik naartoe gezocht. Ik zag dat en ik denk, dit is iets. En dit zie je gewoon zo'n half stuk hout, een beetje vies opgeverfd en wat rotzooi in een met een vuilnisbak gevonden lijst. Dat hangt en het heeft zo'n kracht en ik weet niet hoe het komt. Ik weet het niet. Je ziet meteen dat het wat is. En het is zo. Ja, maar hij vroeg ook aandacht voor het onaanzienlijke. Kijk. I have been interested in your work for quite some time. I would like to invite you to exhibit at the Guggenheim Museum at some time in the future. If you would be interested to do so. Die wou een tentoonstelling voor mij hebben, maar het kwam me niet slecht uit. Ik was toen net zeker in een beetje een depressieve tijd, of weet ik wat, of ik heb er nooit op geantwoord, maar ik heb wel bedacht om er nu eindelijk op te antwoorden. Dit is een uitnodiging om in dat museum een grote tentoonstelling. Ongelooflijk. Maar dat is misschien ook wel een van de dingen die mij in hem interesseerde. Hij hoeft niet zo nodig. Het is eigenlijk net zoiets alsof de componist, zeg maar, zijn partituur bespreekt met een orkest wat het gaat uitvoeren. Dat is het gewoon, het is een uitvoering. Wim heeft in 1962 een aantal ideeën voor vloeren gehad. En één kon hij daaruit werken in Museum Voordoor, 1962, sorry. Waar hij uitgenodigd was door Willem Sandberg om daar samen met Ger van Elk het museum te vullen. Nou, als je binnenkwam, dan had je beneden zaaltje, daar was een vloer bedekt met allerlei rare voorwerpen. En die achterzaal, daar kon je niet in, want er was een enorme pudding. Maar dan ging je de trap op. En dan had je die twee bovenzaal, één zaal vol met hele grote panelen. Met wat relief erop. En een model van een Boeing, van Pan Am. Die had ik geleend, die had ik zien staan bij Pan Am, die zat toen nog in het Hirschgebouw. Een heel groot vliegtuig. En dat was zo bij die ingang. Kijk, dat vliegtuig zeilde zo die ruimte in. En er waren allemaal rare spullen opgehangen aan de muur. En er was eigenlijk ook nog wat tekenwerk. En pilaartjes waar een groene kool op lag, bijvoorbeeld. En die zag je ook in een hele mooie tekening, heel realistisch getekend weer. In een schilderijtje hangen. Maar hele raadselige panelen. En die twee achterzalen waren echt grote zalen, op één hoog.
Eentje met glasscherven. En er stonden ook laarzen bij. Die kon je aantrekken. En voor eigen risico mocht je er dan doorheen knarsen. En die zaal daarachter was helemaal vol met zo'n dikke laag zout. Keukenzout. Aan de foto kun je zien wat een radicaal werk het is. 1962. En dan moet je je voorstellen dat pas in de tweede helft van de jaren 60 kunstenaars begonnen met de vloer te ontdekken als iets waarop ze wat konden doen. Later in 1969 heeft hij bij Galerie Mickery in Loenersloot heeft hij die pindakaasvloer voor het eerst willen uitvoeren. Een hele vloer, dat vond Ritser toch een beetje al te veel. En toen is het bij een bak gebleven, een bak met pindakaas. Museum Boijmans heeft het concept gekocht. En dat betekent niet dat dat werk alleen maar in Museum Boijmans kan worden tentoongesteld. Het kan ook in het Stedelijk Museum. Maar dan moet er wel een kaartje bij, collectie Museum Boijmans. Ik ga niet voorschrijven hoe die precies moet zijn. Dat hangt van het gebouw namelijk af. Maar het is wel een soort dingen die ongewenst zijn. Bijvoorbeeld door er mooie patronen in te maken. Het moet gewoon opgesmeerd worden en laten liggen. Je moet niet daar weer leuke figuurtjes. Maar daar staat ook weer bij dan in de instructie. Maar als u het niet kunt laten om het te doen, dan moet u het toch vooral doen. Discussie erover, het gedoe, is ook onderdeel van het kunstwerk. Ja, dat klinkt een beetje, ja, ik kan het er niet los van zien. Dat het alleen maar dat geïsoleerde punt is. Het feit, je gaat ook anders naar kijken. Als je helemaal niks van ze weet, dan zou je ook denken, wat is dit in godsnaam? En dan blijkt dat pindakaas. Maar als je weet, dat is dus de pindakaasvloer, waar je allemaal dan zit je en dan denk je, ja.